beetje zenuwachtig, maar je moet gewoon tegenaan gaan en alleen maar gezonde zenuwen eigenlijk. Het wordt wat. Ik ben benieuwd. Nou ja, het gaat op zich wel goed, maar ik denk dat het zo meteen wel heel zenuwachtig wordt. Ik hoop gewoon niet dat we onze tekst vergeten en dat iedereen aandachtig blijft luisteren. Dat we gewoon soepel ons verhaal kunnen doen. Ik weet niet hoe het gaat. Het gaat of goed of slecht. Ja, een beetje maar gezonde zenuwen. Elk team pitcht maximaal 3 minuten. En het is vrijdagmiddag. U bent hier op het pitch event en u komt zo direct wat later thuis. U heeft honger. Kijkt in de koelkast, ziet alleen de paprika en nog wat andere kleine dingetjes liggen. Samengevat is dit een handige app voor zowel degene die uit eten gaat, als degene die het eten voor diegene bereidt. De mensen willen niet meer betalen voor alles, de mensen willen gratis. U kent het wel, kleeddilemma's, onzeker zijn over je outfit. Nou, onze app is de beste oplossing voor deze problemen. Je krijgt bijvoorbeeld als 20 tips voor de disco in plaats van de opera. Wij zijn de oplossing. Wij zijn de makers van Tappoint en wij lossen de problemen op. Wie zegt er nou nee tegen gratis drank? Bedankt. Nou, wij zijn Future Professionals en bedrijven hebben moeite met het vinden van talentvol personeel. Wij hebben hiervoor de oplossing gevonden. Nou, wij zijn Festi en wij hebben een app ontwikkeld die alle problemen van het festival voorkomt. Hier heb je dus je Festi-account, daar log je in. Dan krijg je bij de homepagina de meest populaire festivals die op dit moment zijn. Hier heb je je MyFesti-account. Hier sla je dus je meest interessante festivals op, waarvan je later een notificatie krijgt, zodat je er nooit eentje mist. Ja, dat is het. Niet altijd een hoogte, maar het is cool. We hebben een app ontwikkeld. Het is vooral voor mensen die geen tijd hebben. Dat je voor elkaar setjes kan maken en ook gebruik maken van de app, maar we zijn voornamelijk voor vrouwen. Ik heb ook een keuze om naar de premium te gaan. Omdat het vaak niet op voorraad is. We hopen natuurlijk dat er een investeerder is die gewoon zoveel mogelijk geld in ons wil pompen. We hebben niet eens zo heel veel geld nodig, maar die gewoon in ons wil investeren zodat we dit kunnen uitbrengen voor de klant. Ja, de perfecte BH. En je kan vanuit thuis zien waar jouw maat op voorraad is, zodat je nooit voor niets daarheen gaat. Facey, ja. Facey app is een app waarmee je eigenlijk makkelijker en leuker feest kunt organiseren. Het zorgt ervoor dat mensen meer inspraak hebben in jouw feestje, zodat jij minder hoeft na te denken en je gasten hebben het leuker. Daar komt het eigenlijk om neer. Het leven van een vrouw is tegenwoordig heel hectisch. Maar ons concept maakt het BH-shoppen makkelijk en snel. Wat zeg ik nou zelf? Wie wilde geen baangarantie en studiebeurs als je net examen hebt gedaan? Wij scouten talenten op de middelbare school. In onze app staan heel veel tips en tricks, zodat jouw feestje de beste wordt en waar iedereen over gaat praten. Dus als uw voornemen in 2017 ook afvallen of gezonder eten is, dan heeft u onze app nodig. Dus skip the diet, eat healthy. Verdien het door middel van sponsors en advertenties. Ladies and gentlemen, we are Festi. And we are here to make sure that you can party without worries. Thank you. Ja, we wilden uniek zijn. En we dachten, hoe kunnen we dat op de pitch laten zien? Toen bedacht ik me, weet je wat wij kunnen doen? We kunnen het in het Engels doen. Want niemand gaat het in het Engels doen. Ik was wel een beetje zenuwachtig voor de presentatie, maar over het algemeen ging het wel redelijk. Ik denk dat de boodschap wel zo. Het was hartstikke leuk. Netwerkmarkt. We praten met mensen, een beetje vertellen over het product. Nou, het ging wel goed volgens mij. Ik was wel zelfverzekerd. Ik was ook niet zenuwachtig gelukkig. En ik vond het vooral ook wel leuk om te doen. Het ging goed. Spannend. Ik was zenuwachtig. Ik praat er als een malle. Maar we hebben het gedaan. Nou, ik had mijn speakbrief er wel bij, maar ik had er volgens mij niet eens op gekeken. Handshaken, dat is wat we doen. Ze gaan allemaal pocket wardrobe downloaden. Ja, de jury kijkt naar de markt en de pitch, maar we hebben ook twee leraren die kijken naar wat je vooruitgang was de afgelopen weken. Dat is ook heel belangrijk, hoe je je product hebt doorontwikkeld. Voor die model heel veel. Ja, zeker. Op ons businessmodel, ook op de pitch natuurlijk. Maar uiteindelijk vooral om alles eromheen. Ja, de beste wordt sowieso over wie zij het enthousiaste waren. Dus. En feedback neem ik aan. En je cijfer. Ja, dus maar ze weten nog niet zeker of ze die al hebben, toch? Cijfer? Ja. We zien het, we zullen het zien. Vast wel, je merkt wel of het goed of slecht is. Nee, spanning stijgt totaal niet. Winnen gaan we. Sowieso. En als we niet winnen, winnen we nog steeds. Dat is het voordeel, hè? Allereerst een groot compliment voor alle deelnemers. Ik vind het fantastisch hoe jullie op jullie leeftijd al zo goed kunnen presenteren. Met zoveel passie. Als er één ding afgespat is vandaag, dan was het wel de passie. Dus daar wil ik eigenlijk een eerste applausje voor hebben. Dames en heren, onze nummer 1 van 2016.